Maar ik wou eigenlijk niet te veel spreken, maar ik heb al Pascal gezegd. Zet de persconferentie om 10:30 en mijn training met een aantal Duitsers begint om 11:00. Zodoende dat ik 3 minuten tijd heb om te spreken. Hè. Want anders stop ik toch niet. Hè. Piet Alheijnen, zoals we hem kennen, gedreven en vol passie. Momenteel coacht hij Noliko Mazijk en de beachvolleybalvrouwen. En begeleidt hij in Mazijk ook zijn Duitse nationale ploeg. En volgend seizoen wordt hij sportief raadgever hier in Mazijk. Zie je, het is niet rüber, hè? Keer rüber, rechterhand rüber, hè? Ik ga niet schoonmoeder spelen. Dat wil zeggen, Brecht en ik hebben een zeer goede band. En eigenlijk heeft Noliko Mazijk geofficialiseerd wat in praktijk wel wat aanwezig was. Namelijk, als Brecht hier hoofdcoach wordt, ga ik Brecht altijd helpen als hij vragen heeft. De 35-jarige Brecht van Kerkhoven, momenteel zijn assistent, wordt de opvolger. Jong, tikkeltje anders en succesvol. In Nederland slaagde hij met de satellietploeg Tilburg. Ik denk ook bijvoorbeeld met een Stefan Hübner, dat we de beste middenblokker van de wereld hebben op een bepaald moment. Dus dat hij ook onze middenmannen wat bloksystemen kan bijbrengen. Dus daar kunnen we misschien wat nieuwe ideeën gaan insteken. Ook wel wat bezig met de links van power in de zaal en zo, met Fons Franken en zo. Dus komen wel de basis blijft behouden, maar de accenten zullen wel hier en daar een beetje anders liggen. Ja, goed. Assistentcoach wordt dus deze Stefan Hübner. Indrukwekkende middenman en nu speler van de Duitse nationale ploeg. Maar voor mij is het een zeer grote gelegenheid in zo'n verein aan te vangen als co-trainer. En dan is er nog de titelfinale. Morgen begint Noliko thuis tegen Asse Lennik. Opdracht is uiteraard de titel voor deze Europese topclub. Mazijk nog altijd een sterk merk in Limburg en ver daarbuiten.